Sawadika, Ikea. Hier krijg je zo'n ziek lichaam. Ja. Goedemorgen. Ik ben nu samen gezellig met Sebas op de Nieuwmarkt. Want we gingen even de autosleutel ophalen. Want we gaan nu met de auto naar de Ikea op zaterdag. Oké, Sebas blijft liever anoniem vandaag. Maar je lijkt op een soort dementor wat mij aan het volgen is van Harry Potter. I don't know you. Maar eerst, want we weten zeker dat we honger gaan krijgen in de Ikea. Dus we gaan even voorzorgsmaatregelen nemen en naar Vincent Kaas en Vlees. Allerlekkerste broodjeszaak van Amsterdam. Een broodje halen en dan rijden we door naar de auto. No camera's. Oh, kijk eens even. Welk broodje heb jij besteld? Luxe warme kip. En dit is ons bakbeest. Hallo. Oh, oké, doei. De rosbief truffel en er zit ook rucola op. Zo lekker. Nu ben ik zo'n zielig nummer, hè, dit. Zo lekker. We zijn inmiddels gearriveerd bij de Ikea. In de Ikea. Oh, Sebas heeft een kast voor mij gevonden. Meteen die capuchon erop. Maar we zijn nu de kast voor aan het kijken. Jezus. En een bakskast. Ik weet dus niet of dat handig is voor mijn kamer. Want mijn kamer is zo klein. Maar ik ben het helemaal zat om die kledingrekken te hebben in mijn kamer. Dus ik wil gewoon echt even een kast. Dan heb ik mijn life together. Sebas komt net uit de kast. Jammer voor mij. Oké. Okay. Ja. Ga er eens in. Dit is hem. Dit is ook hetzelfde als je bed met die greepjes. Ja, dat is de Brimnes, schat. Ja. Mijn bed heet Brimnes. Ja, nou, dan hoef je toch niet eens na te denken wat we moeten kopen. En dan wit doen? Nee, bos. Nou, we zitten weer terug in de auto. En ik ben echt... We rijden nu weer terug naar huis. En ik ben niet geslaagd. Oftewel, tenminste, ik heb geen kast en geen ladekast. Wat ik eigenlijk wilde. Want het past gewoon allemaal niet in mijn kamer. En die ene Brimneskast past wel. Maar daar kan ik nu eigenlijk minder in kwijt. Dan de situatie die ik nu heb met die twee rekken. Dus dan is het zo van, oké. Dan staat het misschien wel iets cleaner of zo allemaal. Maar het heeft eigenlijk totaal geen zin. Dus dat is een beetje dat ik dacht, ja, eigenlijk een beetje nutteloos als ik dat nu ga kopen. Dus ik heb nu twee lijsten, fotolijsten, die ik wel aan mijn muur ga hangen. Want ik heb gewoon nog steeds echt best wel een kale muur. En een spatel. Ik heb een spatel gekocht, want onze spatel is doormidden gesmolten. En toen zag ik die spatel liggen en toen dacht ik, hey, die hebben we nodig. En Sebas heeft een plant gekocht, een theedoek en een spiegel. Nou, dus vier theedoeken. We zijn medium geslaagd. Oké, vier theedoeken. Ja. Lijkt me alsof ik
kort haar heb. Ik zou die vlog niet openen. Wel, boeit dat nou weer? Boeit heel veel. Wat boeit dat nou? Het is namelijk alweer het eind van de middag. Ik heb vandaag mijn Blue Monday, denk ik. Ja, dat meen ik. Lekker laat. Ja, nou ja. Ik heb wel 2 Rosewijk collages gedaan. Maar ik had al toen ik opstond vanochtend. Ik had gewoon het gevoel alsof ik midden in de nacht opstond en naar Schiphol ging. Zeg maar die vibe had ik vanochtend. En Sebas had precies hetzelfde vanochtend. We waren gewoon alle 2 kapot. Terwijl ik ben gewoon op tijd gaan slapen. Ik had het ook, maar ik kon niet slapen. Ik heb gewoon 8 uur geslapen en ik was gewoon kapot. Ook 2 lessen eruit geramd. Nou, was wel leuk. Toen een meeting gehad. Toen naar huis. Toen nog een meeting gehad met dit zwijn. Fuck you. En nu weer thuis. En de gevoelstemperatuur vandaag is volgens mij min 40. Maar wij het elke vlog over het weer. Nou ja, daar zijn we Nederlanders voor. Maar wij zijn niet gemaakt om in dit klimaat te leven. Nee. Want kijk, ik ben nu alweer terug. En dan denk ik, ik moet nu weer iets boeken meteen naar iets warms. Of even eruit, want anders hou ik het gewoon niet vol. Ja, same here, schat. Wat? Gooseberry. Jij gaat dit jij. Niet. Nee, jij. Waarom ik? Tering. Tekenen. Wie is daar? Ja, ik doe open. Hi! Zou je hier willen tekenen? Ja! Ja! Helemaal top! Oké, dankjewel! Nou, over een nieuwe trip gesproken. Dit zijn Gooseberry bikinis. Hadden we bikinis of badpakken? Ik had een badpak sowieso en een bikini. Je gaat op de camera zitten! Nou, laten we het gelijk uitpakken. Jullie moeten even kijken wat ik aan het eten ben. Bugles. Volgens mij is dat de correcte manier. Buggles. Buggles. Ze hebben helemaal een nieuwe layout. Oh my god. En dan dip ik het. In dit. Hashtag no spon. Nee, geen spon. Was maar zo'n feest. En Caravan City. Caravan Sevitam. Limonade. Dat drink ik echt denken aan. Vroeger. Vroeger. Mm-hmm. Nee, AA drink doet mij denken aan AA. AA. Waar is die selfie stick? Weet ik veel. Oh. Ik weet het niet. Oh! Gevonden. Ik ga jullie even vastpinnen. En dan gaan we de bikinis laten zien. Ik heb jullie even boven de roomkaas gezet. We gaan door met de bikinis. Weet jij nog welke je had uitgekozen? Nee. Oh, wat heerlijk dit. Maar nu ik dit heb gekregen... Wil ik al helemaal weg. Ja, dat is al helemaal zoiets van oké, boek nu een ticket naar een zonnig eiland. Maar zien mensen... Vita! Oh, ze hebben helemaal een naam erop gedaan. Nou, doei. Dat duurt weer een uur voordat het is scherp gesteld. Jullie weten allemaal hoe je mijn naam schrijft. Helemaal mooi zakje. Mooi zakje. Ah, ik krijg een pijn. Ik heb die Pamela Anderson badpak. Ik ook. Maar ik heb mint rood genomen. Dus helemaal Pamela. Oh, dit is. Oh, dit vond ik zo een mooie kleur. Oh, oké, die tieten niet. Dit is een bikini. Kijk. Dit is het topje. Oh my god, hoe geweldig. Kijk, helemaal met haakjes. Oh, en die kleur. Waanzinnig. Dit was volgens dit was van de Cruise Collection. Is dit dezelfde kleur? Dan? En dan is dit, nee. De onderkant, wel een soort string. Wel heftig, maar... Leuk voor je mobiel. Love it. Deze, die heeft Vita in het oranje en ik in het groen.
Ja, deze. Hier krijg je zo'n ziek lichaam van. Ja, sick. Dit is niet normaal. En dan de bikini, ook heel cute. Oh, ook heel leuk. Maar daar moet je wel echt al bruin voor zijn. Ben ik? Nou. Schat, ik kom net uit LA. Ik ben heel bruin. Echt? Lichaam. Kijk even hoe leuk, hoe cute. Geweldig, helemaal pastel. Pastel, licht roze met een beetje grijs. En ik heb ook een backpack uitgekozen. Een nieuwe, ook van de Cruise Collection. Kijk, ook weer string heeft het bij. Ja, weet ik. Ik heb wel even strings. Dit, kijk nou hoe waanzinnig. Het is een soort van antraciet grijs-blauw. Maar ook weer met dit. Zo leuk. En dan is het dus, gaat het om de hals. En dan heb je dus een hele open rug. Dat is wel heel nice. Nou, waanzinnig. Thank you, Gooseberry. Ja, love it. Ik ben op vakantie. Nu wil ik die trip boeken. We hebben een trip. Ja, op vakantie naar de zon. Ik moet even op vakantie, ouwe. Nou, dit is dus mijn nummer 1 irritatie. Ik weet niet of jullie dat hoorden. Maar Elise klokt zo'n hele fles achter elkaar op met dat geluid. Ja, nu kan je het niet meer. Ik ga het even doen wat ik normaal doe, zo. Hoe irritant is dit voor mij? Sorry. Jij eet altijd met mond open. Dat is ook heel goor. Dat is gewoon niet waar. Dat doet ze nu gewoon echt. Om mij terug te pakken met iets wat niet waar is. Soms doe je dat wel. Dat ja, dat is misschien als ik heel brak ben. Doe ik dat misschien. Elke dag. Nee. Ik eet echt niet met mond open. Dat deed ik heel vroeger, deed ik dat. Daar heb ik een trauma van. Ja, dus nu verzin jij gewoon dat ik dat nog steeds doe. Af en toe als je moe bent inderdaad, dan sleept het er nog wel eens in. Nou, ik ga nu een video editen. Leuk. Want die moet morgen live. Live. Oh, live. Oh, live. Oh, live. Oh, live. Hallo, hallo, hallo. Ik heb helemaal een Spaanse look aan. Kijk, deze broek, ik weet niet of je het ziet, met die uitlopende pijpen. En dan deze, die broek is trouwens van Zara en deze is van River Island, van Fietje. Wij gaan namelijk nu naar een lunch in het restaurant Jans in het Pulitzer Hotel. Daar zijn we voor uitgenodigd. En volgens mij hebben ze een nieuwe kaart en zo, dus vet leuk. Ik heb er wel eens gegeten 's avonds, maar nog nooit geluncht. Dus ik ben natuurlijk erg benieuwd en ik heb expres heel weinig gegeten, zodat ik gewoon daar lekker helemaal los kan gaan. En we moeten er om 1 uur zijn, dus we moeten echt zo weg. Ik ga even schoenen aandoen, lippenstift op. Ja, zo raar. Normaal kan ik altijd zo goed slapen. En gewoon sinds ik terug ben uit LA, ja, ik denk natuurlijk dat het door de jetlag komt, maar ik vind het wel raar dat het zo lang duurt. Slaap ik zo laat en dan zet ik wel gewoon de wekker 's ochtends, omdat ik dan hoop dat ik er overheen kom. Maar ja, gisteren ook weer 2:15 of zo en dan wekker om 8:30. En we zijn even. Ja, het was echt heerlijk. En we zijn nu helemaal verzadigd. En we lopen een beetje het hotel rond. Want ik wil een foto. Ja, ik heb net een foto kunnen maken. Maar er zijn hier duizenden plekjes om foto's te maken. Kijk even hoe vet dit is gedaan. Gewoon, dat is een hal. Maar overal heb je gewoon planten. En heb je hier een soort koperen bank. Nou, het is zo'n fantasiek hotel. Het is echt bizar.
Maar Elise is toch weer te kieskeurig. Nee, want we hebben allemaal foto's gemaakt en dan overal is het licht niet goed voor mij. Bij jou is het licht waanzinnig. Nee, maar ik had ook wel, ik had geluk met mijn plekje. Maar oké, we gaan nu weer terug naar de lunch area, want daar was wel heel goed licht. Dus daar komt de finale van Elise. Wij zijn thuis van Rocycle, want Elise had mijn les gedaan. En we hebben een gast, namelijk de enige echte. Annalisa. Annalisa. Ja, Sabadika. Annalisa. 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 Komt gezellig bij ons eten. En Elise is een heerlijke pasta bolo aan het maken. Hoi. 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 Kijk, dat wijfje is even snijden, joh. Ja. Als een echte pro. Is die pasta al goed? Ja, ik ben ook al onderhand een beetje te eten. Ik ook. God. Dat duurt even, ik heb zo'n honger. Het is gewoon insane. Hoe laat ik jou normaal? Ik wil ook doen aan jullie kijkers. Wat dan? Ik moet, omdat ik nu ook bij Social Influencer zit, agency app, moet ik mijn Instagram laten groeien. Dus of jullie me alsjeblieft volgen op Annalisa Live. Doe dat even. Doe dat. Ja. Want ik vind ook oprecht jouw Insta-stories. Zo grappig. Zo grappig. Ja, door jullie ben ik voor hun ben ik gaan vloggen. Nou, zij zeiden van ja, je moet met die Insta-stories moet je iets mee doen. Je moet het eigenlijk gaan vloggen. Ja, nee, dat is wel waar. Dus zodoende. Dat ik moet mijn Instagram laten groeien. En ja. Ik heb ook meer abonnees nodig. Kortom, ik gebruik jullie even. Kortom, help dat kind. Ja, volg haar. Follow me. Follow.